Als je het hebt over kundig, passie, entertainen en out of the box denken, dan moet je meteen denken aan One Circus Production. Deze organisatie staat garant voor excelleren van een wonderbaarlijke entertainmentbeleving voor jong en oud. En Abby mag langsgaan op een van deze trainingen van One Circus Production. Hoi iedereen, ik ben vandaag hier bij de balletzaal van Theater Thalia. Elke maandagmiddag houdt Circus ONE Productions hun oefendag. Hun oefendag voor de grote show. Maar wat is Circus ONE Production eigenlijk? Kom maar mee om meer hierover te weten. Wil eerst vertellen over onze naam en hoe je dat leest. Onze naam lees je als Circus en ONE en dat staat als Circus Our New Entity. Dat staat voor Circus Onze Nieuwe Entiteit. En dat is omdat wij echte circusartiesten zijn en we dus dan dat hebben geïncorporeerd in onze naam en we onszelf echt omarmen als we zijn circusartiesten. Hoe lang bestaat Circus ONE Productions al? Het is een heel verhaal, dus dan moet ik het goed vertellen. We zijn al bijkans 19 of 20 jaar zo bezig met circusactiviteiten. Maar Circus ONE is een naamsverandering ondergaan. We heten eerst Circus Sunshine. En dat is dus zo'n 19, 20 jaar geleden. Maar Circus ONE bestaat dit jaar 13 jaar. Welke attracties heeft Circus ONE Productions allemaal? Ik wil eerst zeggen dat we alles doen van een circus behalve de dieren en de clowns. En de dingen die we wel doen, gaan een paar uit het hoofd noemen. We hebben sowieso de vuurattracties. En de vuurattracties die kan je categoriseren in jong leren met vuur, vuurspuwen op stelten, vuurgooi. Vuurwaaiers. En dan hebben we dus dan de andere attracties die een beetje meer theaterpodium zijn. Zoals jong leren met ballen, jong leren met kegels, vlaggenpooi, ribben. En door wie worden de jongens getraind? Ze zijn getraind, ze zijn eerder getraind en ze zijn dus toen gedoopt tot peer educators. Waardoor ze dus dan bevoegd zijn om elkaar te trainen. Maar ze zijn eerder, dus door het project staat er zo'n 20 jaar geleden, zijn ze getraind door theatermensen, circusmensen uit Nederland en een circus uit Curaçao. En wanneer ik zulke jongens zie bij evenementen, zie ik ze in mooie kostuums en mooi opgemaakt eigenlijk. Van waar het idee en door wie worden ze allemaal gedaan? We opereren vanuit onze vijf kernwaarden. Gepassioneerd, dus passion, fun, plezier, kundig, experience, out of the box en customize. En het stukje van customize proberen we echt terug te brengen in het thema van de cliënt. Bijvoorbeeld als het thema van de cliënt is rozen of vlinders, dan hebben we een team waarmee we dus dan brainstormen wat kunnen we doen om de klant die wonderbaarlijke experience te geven. Wat moet de make-up zijn? Dan gaat die make-up artiest dan zich daarop focussen. Welke stoffen moeten we gaan kopen? Welke designs? Soms tekenen we en dan is dat heel moeilijk soms om te stikken, but we get the job done. Het is echt team effort. Je ziet op de achtergrond zie je jong leren met kegels. Dan zie je dan en de twee doen dan ribbon dancing. En wat willen jullie hiermee bereiken? Heb je tijd? Mijn droom is om een Circus Academy op te zetten. En dat is eigenlijk, ik sta hier, maar dat is de droom van ieder binnen Circus ONE Productions. Om onze eigen Circus Academy op te zetten, zodat wij ook circusartiesten kunnen trainen. En de ultieme droom is dat we dan ook een hub kunnen zijn voor artiesten die dus zeg maar
het grote circus, Cirque du Soleil, bijvoorbeeld kunnen gaan joinen. Maar dat ze dus dan hier door ons getraind worden en dat wij ze dus dan klaarmaken om andere circus, grote circus zoals Circus du Soleil, kunnen gaan joinen. Ja, best een mooie droom. En zijn er sponsoren die achter jullie staan? Op dit moment hebben we nog geen sponsoren. We willen wel sponsorpakketjes gaan aanbieden. Dus als er een grote sponsor meekijkt die geïnteresseerd is in een endorsement van ons, contact ons. En dan willen we wel graag de producten en de diensten van zo'n organisatie promoten. So give us a call. Heb je een boodschap naar de kijkers toe? Weet je, het lijkt cliché. Maar do whatever you love. Doe wat jou blij maakt. Als je dat vindt, hoef je nooit een dag te werken, zeg maar. Of hoef je geen zorgen te maken, heb je geen verdriet. Je hebt een purpose waarvoor je elke dag opstaat. Doe wat jij leuk vindt, doe waarvan je houdt. That's it. Yeah.